Ja jongens, allereerst onze welgemene excuses, want we gaan het namelijk hebben over Dirt Rally. En we hebben de PC-versie van Dirt Rally nooit van een review voorzien. Excuses daarvoor. Ja, heftig, omdat het een hele goede game is. Dat wist ik ook wel. Ja. Alleen, we zijn een beetje verwend en we krijgen al die games opgestuurd. En Dirt Rally was een early access game, dus daar moeten we er zelf achteraan. En dat is ons ontschoten. Het spijt ons. Gaan we nu goed maken, want de console-versie is uit. Ja, absoluut. Eindelijk. Eindelijk. Ja. Heeft een jaartje geduurd. Ja, Koopmans heeft natuurlijk gedoe gehad met hun games. Het is niet altijd even goed gegaan de afgelopen jaren. Totdat er één guy was binnen de studio die zei, ik wil een game maken. Echt de rally, terug naar de roots. Ja. En toen zeiden de baas, dat is goed, maar er moet wel een early access, want die krijg je niet in je zakgeld in één keer. Nou, nee. Heeft hij gedaan. Hij kwam, zag en overwon, want... Echt, hè? Wat een game, hè? Ja, het is, ja. Ik had het niet verwacht. Nee? Ik was het vertrouwen wel een beetje kwijt. Ik vond Dirt 2 vond ik wel tof, maar ik was er op een gegeven moment op uitgekeken. Ik vond toch de Colin McRae games van vroeger, die zou ik nu nog wel op kunnen pakken. Ja? Dat is natuurlijk wel meer casual, meer arcade... Dan echt Dirt Rally natuurlijk. Ja, want het is, wat dat betreft krijg je niet wat je vroeger kreeg. Geen verhaal. Nee. Allereerst. Het is alleen maar rijden. Ja, het is puur echt de focus op rijden. Je hebt natuurlijk wel even een tutorial, even wat uitleg over onderstuur, overstuur. Dat je moet remmen voor de bocht. Dat je wat dingen kan aanpassen en dergelijke. Maar heel veel meer is het niet. Je krijgt gewoon best wel een clean menu. Je kan natuurlijk naar je garage, je kan wat grafische instellingen doen, maar verder is het echt gewoon focus op evenementen, op gewoon rally rijden en gaan. Overigens, die tutorial hebben ze nu toegevoegd voor de consoleversie. Ja, die zat niet eens in de PC-versie, inmiddels natuurlijk wel, heb je ook gewoon nog eens. Dus zelfs voor het is zelfs nog karig, maar het was nog minder, zeg maar. Ja. Bizar. Maar dat is niet erg. Even, omdat... even tussendoor, wacht, customization zei je? Ja. Op PlayStation 4 grafische customization? Ja. Het zit erin, maar het is minder uitgebreid dan de PC natuurlijk. Want het is natuurlijk, Je kan wel je HUD aanpassen en zo. Ja, natuurlijk. Ja, je kan de HUD kun je natuurlijk volledig uitzetten, dat je echt helemaal geen hulp hebt. Maar je kan ook bijvoorbeeld de rijhulp echt volledig uitzetten. En die aanpassingsmogelijkheden, daar doe ik eigenlijk meer op. Okay. Die grafische instelling, dat is heel tof gedaan. Maar het hele systeem van je auto aanpassen is natuurlijk... ontzettend diep en dat is natuurlijk veel leuker dan die grafische instellingen. Ja, zeker op de console, want ja, goed, veel mensen zullen daar niet veel aandacht aan besteden. Ja. Maar je kan gewoon alles wat je maar wil, kun je aanpassen. Je kan de bandendruk, bandensoort, je kan je suspensie, je kan je veren, je stuur, je kan alles aanpassen. Als ik nou een nieuwe mooi kleurtje wil? Ja, je hebt liveries. Maar verder... Maar niet zoals bij Need for Speed kennen. Nee. Het gaat vooral echt om de inhoud van de baan. Ja, absoluut. Ja. En dat is wel heel tof gedaan. De rijstijl verandert ook echt. Je hebt natuurlijk 40 auto's, geloof ik. En elke auto voelt sowieso anders. Als je begint, dan begin je echt met de auto uit de jaren 60, 70. En die rijden totaal anders dan de nieuwe Subaru Impreza's of de... Echt de wat meer moderne of futuristische auto's. Ja. En dat is wel heel tof gedaan. Als je begint, zijn de auto's wat langzamer. En dan kun je natuurlijk je auto zo aanpassen hoe je zelf wil. En heel veel auto's hebben voorwielaandrijving, maar ook achterwielaandrijving heb je ook. En dat maakt al een verschil. En als je dan ook nog net die banden aan gaat passen, het sturen, het remmen, het accelereren, de vering. Dan maakt het allemaal zo ontzettend diep en die kleine aanpassingen kan net het verschil maken. Ja, en overigens gelijk een waarschuwing voor de console gamers, het is echt een hardcore game, hè? Het is niet nee, absoluut. Een storyline, je krijgt een zak geld en je gaat straatraces doen. Nee, het is echt gewoon rally rijden. Absoluut. De ondergrond is daarbij ongelooflijk belangrijk. Je hebt sneeuw, maar je hebt ook gravel ondergrond. Ja. En dat verschilt al enorm. Ja, en daar zijn die aanpassingsmogelijkheden dus ook weer heel erg goed voor. Om dus per ondergrond... te kiezen wat voor soort banden je wil en hoe je wil sturen of hoe je de engine aanpast, zeg maar. Ja. Want in het begin denk je gravel, het glijdt een beetje. Nou, asfalt heb je best wel veel grip. Maar als je dan opeens het ijs op gaat, denk je, totaal nieuwe uitdaging. Ja. En dat merk je dan ook weer per auto. Ja, dat maakt de game al diep. Ja, het is zo subliem uitgewerkt. Ook die details zijn super goed gedaan. Ja. En dan schuiven we de graphics een beetje opzij, want het is niet de allermooiste game. Dat was op PC al niet. En op consoles ook niet. Maar dat is helemaal niet erg, omdat de details van de ondergrond
Die zijn zo goed uitgevoerd. Dat het rallyrijden wel echt hardcore maakt, maar dat het ook voldoening geeft. Ja, want je wint niet zomaar. Nee. Hoe lang duurde het vooral een keer eerste wet? Een paar uur. Ja. Ja. Nou, vooral de eerste race was de game eigenlijk nog aan het installeren. Dan heb je een soort van tutorial race met Mini Coopers. Nou, dan was ik helemaal slecht in die auto's. Toen dacht ik van, oh, in wat voor game ben ik beland? Is dit echt de derde rally game op rij die matig gaat worden? Ja, Project Cars en Sebastian Loop heeft hij het over. Nee, WRC5. Oh, WRC5 en Sebastian Loop. Ja, die waren matig. Ja. En dacht ik, shit. Maar als je dan echt de carrière-modus ingaat en steeds nieuwe auto's koopt en elke keer een beetje aanpast. Ik heb wel wat meer hulp aangezet. Ah. Omdat echt het, ik heb het wel geprobeerd zonder hulp, maar dat is voor mij dan gewoon echt bijna niet te doen. Ik heb me wel in verdiept, maar het is gewoon... Ja, dat is gewoon net te hardcore voor mij. Dus ik heb gewoon wat dingen aangezet om toch goede races te kunnen rijden. En het duurde maar echt nog wel wat uurtjes voordat ik... Maar gaat wel voldoening, hè? Absoluut. Ik vond het op een gegeven moment helemaal niet erg om vierde, derde, tweede te worden. Nee. Zeker in het begin werd ik echt zesde, zevende. En dat dan elke keer die stapjes vooruit, dat maakt het wel weer dat je er echt voor moet werken. En in sommige games merk je gewoon dat... Door glitches of door bugs of dat de gameplay mechanieken gewoon matig zijn. En als je dan verliest, dan denk je, ja, het ligt aan de game. Maar bij Dirt Rally heb je dat gevoel gewoon helemaal niet. Ligt aan jou. Je bent gewoon slecht. Precies. En als je gewoon net die stuurfout maakt en je belandt in de greppen of je glijdt weg of je draait een rondje, dan denk je, shit, ja, dit is gewoon mijn fout geweest. Ja. Want elke hobbel voel je, elke greppel voel je, elke bocht moet je zo puur doorglijden, ja, en als het één keer fout gaat, dat is je eigen schuld. Ja, en een racestuur voegt echt toe hier. Ja. Je hebt het gespeeld met een controller. Ja, vond absoluut. Ik heel moeilijk, hoor. Ja, is het ook. Ja. Het is heel secuur moet je zijn. Dus ja. Met een stuur veel minder. Maar dat had ik ook. Bij heel veel games ga je achterover zitten en ik heb dat bij Dirt Rally wel geprobeerd, gewoon lekker in mijn stoel. Mensen die mijn stream kennen, ze weten het, hele chille stoel, maar dat werkte gewoon niet. Ik ging automatisch naar voren zitten. Heel gespannen, heel gefocust. En ik merkte gewoon, ik begon op een gegeven moment om mijn handen te focussen. Ik denk, wow, dit is intens. Ja, je was kapot. Ik was kapot. Ja, nee, maar zeker. Dat is een game die je niet uren achter elkaar gaat spelen. Tenzij je in de playseat boven wel zit. Absoluut. Zit je lekker... Dat is nog wel intens. Ja, dat is nog intens. Ja. Final thought, je hebt de game geloof ik een 9 gegeven. Ja. Huh. Tevreden volgens mij. Ja, hartstikke tevreden, ja. Dirt Rally is een... behoorlijk realistische rally game met ontzettend veel aanpassingsmogelijkheden, zowel grafische instellingen, maar zeker de inhoud van de auto, dat is super belangrijk. En daarbij hoort ook de verschillen in de ondergrond, de verschillen in de auto's, voorwielaandrijving, achterwielaandrijving. Die details zijn zo goed uitgewerkt dat het rallyrijden echt voldoening geeft en dat je er echt wat uurtjes in moet stoppen voordat je een beetje goed wordt of voordat je wat plekken omhoog gaat. Winnen is dan niet het belangrijkste. Maar die game die geeft zo ontzettend veel voldoening en ze hebben zo goed op de details gelet dat de iets mindere graphics helemaal niet zoveel uitmaken. De game draait soepel en ja, het draait gewoon om puur rallyrijden en dit is de game waar mensen jaren op hebben gewacht. Meedoen is belangrijker dan winnen is de mooie Olympische eindgedachte voor Dirt Rally. Absoluut.